De werkgroep Rouwverwerking bij Doodgeboorte en Neonatale Sterfte van het 's Lands Hospitaal heeft vanmorgen een seminar gehouden getiteld Rouwbegeleiding bij Perinatale Sterfte van Crisis tot Nazorg. Het 's Lands Hospitaal staat bekend om haar ruime expertise op het gebied van moeder- en kindzorg. Sinds 1 maart 2015 is deze zorgverlening op dit gebied uitgebreid. De werkgroep Rouwverwerking bij Doodgeboorte en Neonatale Sterfte houdt zich professioneel bezig met ouders en naasten van de overledene. Dit seminar is gehouden om de samenleving beter te informeren over activiteiten en taken van de werkgroep en om meer bewustzijn in andere gezondheidsinstellingen te bewerkstelligen. Volgens Sunita Nanan Pandey, medisch directeur van het 's Lands Hospitaal, zijn er in de zorg vrolijke en minder vrolijke onderwerpen. Vandaag gaan we het over een minder vrolijk onderwerp hebben, maar waarbij we onze ervaringen delen en op een gestructureerde en een gestandaardiseerde manier willen omgaan met het minder vrolijk onderwerp. We hebben ongeveer 1,5 jaar ervaring daarmee en we willen de ervaringen met jullie delen, zodat het kan leiden naar vernieuwingen. En ik moet aangeven dat de grote motor hierachter is, professor Kanai, die het vlammetje heeft aangestoken. En het vlammetje werd iets groter nadat we een lezing hebben bijgewoond in het Sint-Vincentius ziekenhuis over dit onderwerp. En op een gegeven moment kwam alles bij elkaar. De twee zusters die voor hun opleiding dit onderwerp als afstuderen praatje hadden. De behoefte was er, de directie stond erachter. Aldus Sunita Nanan Pandey, medisch directeur van het 's Lands Hospitaal. Volgens Caroline de Baas, waarnemend hoofd inspectie verplegende en verzorgende beroepen, die de minister van Volksgezondheid vertegenwoordigde, is het belangrijk om de deskundigheid van deze speciale begeleiding professioneel over te brengen en te bevorderen. Hiermede gaat zeker kennis, inzicht en de ervaringen die u hier morgen zult uitwisselen heeft meegepaard. We kennen verschillende vormen van rouw en al deze vormen van rouw dienen verwerkt te worden. En niet iedereen realiseert zich dat. En helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. Daarom zijn wij bijzonder ingenomen met dit seminar. Omdat er deskundige hulp geboden zal worden waarbij de betrokkenen teruggebracht wordt naar haar comfortzone. Het terugbrengen naar de comfortzone is van eminent belang voor de betrokkenen. Omdat wij weten dat professionele rouwbegeleiding en verwerking over het algemeen gericht is op het weer min of meer normaal laten functioneren van het functioneren van iemand na een verlies. Aldus Caroline de Baas, waarnemend hoofd inspectie verplegende en verzorgende beroepen. Zij sprak vanmorgen bij het seminar Rouwbegeleiding bij Perinatale Sterfte van Crisis tot Nazorg van het 's Lands Hospitaal. Dit seminar is georganiseerd door de werkgroep Rouwverwerking bij Doodgeboorte en Neonatale Sterfte en is gehouden in de ballroom van het Lalaroek-gebouw.